Ja, ik ben eigenlijk iemand die zich dus vooral met de collectiviteit bezighoudt. Dat je dus als architect met wat je maakt indirect invloed op het leven hebt. Een school waar ook die gangruimte voor onderwijs gebruikt zou kunnen worden en waar die lokalen open zouden kunnen staan, is een totaal ander schooltype. En dat gat in de markt, daar ben ik in gesprongen. For the 80-year-old architect Herman Herzberger, the exterior of a building is not the main focus. So no fancy facades that express power or endorse existing hierarchies. Since the 60s, Herzberger designs collective buildings, like schools, cultural institutions and office spaces, in which the individual is free to create his own place and, at the same time, is stimulated to meet others in open spaces. Herzberger's career really took off with his design for the headquarters of insurance company Centraal Beheer. In het hart van wat in de toekomst het nieuwe centrum van Apeldoorn zal worden, heeft de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in beton een kantoorpand laten bouwen. Dat niet alleen uit de lucht frappeert door zijn revolutionaire vorm, maar ook wanneer men er op de begane grond per auto langs rijdt. Dan valt direct het niveauverschil op tussen de diverse delen van het gebouw dat men van vele zijden kan binnengaan. The whole building consists of uniform, open cubes that emphasize the equality of the employees. Its design also enables fluid transitions between public and private spaces. After the completion of the building, employees were allowed to bring their own furniture to their offices, creating a true interior design competition. Not surprisingly, designing school buildings has been one of Herzberger's main preoccupations. Kijk, als je in een schoolruimte gewoon een, wat ik dan noem, een blok neerzet, dan gaan de kinderen daar van alles mee doen. Die gaan daarop zitten, die gaan daar omheen lopen, je kunt er een toneel van maken. Mijn opdrachtgevers die zeiden, ja, dat ding staat in de weg. En dan moet je doorzetten. Dat lukt niet altijd, maar soms wel. Dat je zegt, ja, maar het is juist erg belangrijk dat het in de weg staat. Ja, maar mensen willen alles flexibel hebben. Het is ook flexibel, maar in een andere zin. Het is flexibel in de zin dat de mensen er andere associaties mee hebben. Kinderen, ik heb gezien dat kinderen die verkeersles hadden, dit als een blok zagen, als een blokhuizen, waar ze omheen moesten wachten op wat van rechts kwam en dat soort zaken. En toen dit eigenlijk een succes werd, heb ik ook het tegenovergestelde gemaakt. Ik heb een kuil gemaakt. En die kuil die is gevuld met allemaal houten krukjes. Daar kun je op zitten. En daar gaan de kinderen in rommelen. Ze voelen dat als een plek waar ze beschermd zijn. Ik heb ook gezien dat ze daar dat als een zwembassin interpreteerde, dus zonder water, maar dus dan op een duikplankje daar zo insprongen. Dus misschien hun angsten voor de zwemles daarmee een beetje probeerde baas te worden. Ik heb dat ook vergroot. Ik ben in andere school ook zulke dingen heel groot gaan maken. Zo'n simpele kuil met een paar treden houdt de kinderen bij elkaar. Dus die leraren die worden hier ook door geïnspireerd. Die denken, hé, we kunnen. Die merken dat die kinderen niet zo gauw weglopen. Omdat er niet een kwestie is van, jongens, gaan jullie nou een kring maken? Nee, een beetje groter die kring. En iets meer rond. En kan jij een beetje zus naar voren? Dat is allemaal niet nodig, want het gaat allemaal vanzelf hier. Ja?
Precies op de plaats waar eens het kasteel Vredenburg heeft gestaan, bouwde Utrecht, naar een ontwerp van Herman Hertzberger, zijn nieuwe muziekcentrum. Een restant van de oude muren is door toedoen van de archeologen opgenomen in de buitenarchitectuur van het muziekcentrum, dat van vele kanten toegankelijk is. Hier en daar loopt het openbaar voetgangersgebied er doorheen. Kijk, hier zie je dus de grote zaal van het oude muziekcentrum. De rest is gesloopt. Daar komt dan de hele uitbreiding letterlijk boven te hangen. Dat kun je in werkelijkheid ook zien. Dat is een enorme staalconstructie. Met de kamermuziekzaal, de nieuwe Tivoli, de jazzzaal en de crossoverzaal. Ik herinner me nog dat er een maquette gemaakt is om de akoestiek te kunnen beoordelen. Een hele grote maquette. En dat de Lange, de akoesticus dus, op een ogenblik zei, en mij belde geloof ik, ja, ik geloof toch dat het dak nog iets meer omhoog moet. Want ja, ik heb daar het gevoel over dat het iets beter is. Dat hebben we toen gedaan. En die akoestiek werd dus heel erg gevoelsmatig gemaakt. En ik zat daar echt daar ergens boven te bibberen of het wel goed zou gaan. Er was een fluitist en die haalde zijn fluit uit zijn koffertje. En die ging zo zonder erop te blazen die kleppen op en neer. En ik hoorde van die afstand, hoorde ik die kleppen bewegen. En toen wist ik dat het wel goed kwam. Dus ik heb 90 centimeter. Ja, ja. Ik hou 90 centimeter over als doorgang. Ja, ja. Ja? Okay. Dus dat kan net goed. Ja. Ja. Maar ik zie wel dat ik niet verder dan 1,70 uit het ding moet gaan. Dat we dus hier, wat is ongeveer? Deze afstand is 3 meter. Hè? Het gaat op hard. An important part of Hertzberger's designs is functional flexibility, meaning buildings must be designed in a way that they can be easily transformed to meet the demands of changing times and ideas. Je kunt dus in de moderne tijd je niet meer voorstellen dat gebouwen blijven zoals ze gemaakt zijn. Alles verandert. En dat doet het natuurlijk altijd al, maar dat wordt nu ook uitgedrukt in de architectuur. Ik ben op het ogenblik heel erg bezig aan denken over hoe je gebouwen moet maken die niet een eindbeeld hebben, maar die in de tijd kunnen veranderen. Dat is dus... wat je hier ziet is dat die verschillende zalen allemaal als objecten in een ruimte die daartussendoor spoelt, als het ware, staat. Dus de gedachte is dat, en je kunt daar al een beetje van zien in werkelijkheid, dat je als bezoekers, als het ware, je bent weliswaar binnen in de zaal, maar je bent toch ergens buiten die zalen en je gaat naar die verschillende zalen toe, alsof je in een stad bent. Kijk, als je het nu over ruimte hebt, dat ontstaat hier wel. Dit blijft dus echt helemaal zo open als het nu is. Kijk, je ziet dat die kleine zaal, die kamermuziekzaal, die hangt helemaal heel griezelig over die oude zaal heen. Want je kon natuurlijk geen kolommen door die oude zaal maken, dus dat moest helemaal uitgekraagd worden en vandaar die enorme staalconstructie. En er moet dus ook niks naar beneden vallen hier, want dat valt dan gewoon door het dak heen in die zaal. Ik moet daar niet aan denken. En als je dus dit bekijkt, deze constructie van die kleine zaal, zo mooi is het straks niet meer. Al die prachtige constructie, die wordt allemaal afgedekt. En ik vind het, in dit stadium vind ik het gebouw op zijn mooist, als het straks allemaal af is. Ja, is natuurlijk ook wel aardig, maar dit vind ik nou echt geweldig. Ik zou het liefste zo willen houden. Utrecht mag trots zijn op zijn hypermoderne muziekcentrum. Ik heb mijn hele leven met dit gebouw geleefd en het zal niet zo zijn dat als dit geopend wordt, dat ik me dan naar beneden stort. Maar het heeft toch wel een spanningsboog die samengaat met de mensenleeftijd.